Colin, met de glimlach sta je hier na de wedstrijd tegen Braga. Heb je een beetje geslapen vannacht? Nee, eigenlijk niet. Ik zat nog vol adrenaline na de wedstrijd van gisteravond. Het geeft een enorm zalig gevoel om de finalist van vorig jaar te kunnen kloppen. Dat dankzij een hele sterke prestatie van het hele team. Een stuntzege wordt gezegd ook in de media, maar tegelijk een gevleide zege. Hoe kijk jij daar tegenaan? We hadden vooraf wel respect voor Braga, omdat ze toch vorig jaar die finale gehaald hebben. Maar we zijn niet naar daar afgereisd met bang, integendeel. We zitten zelf in een sterke periode en we hoopten er ergens wel op dat we daar iets konden neerzetten. Het liefst een goede prestatie en dan ook punten meenemen, want dat is toch wat telt. En dat hebben we kunnen doen en dan 3 punten is heel goed. Ja. Het leek soms wel even een thuiswedstrijd. Ze waren echt in grote getalen opgekomen. En dat is fantastisch voor de spelers. Ik zou nog meer fans oproepen om indien mogelijk om mee te komen hier in België of Europa League. Het was echt fantastisch. Ze waren met veel, ze maakten veel lawaai. Die van Braga waren niet zo met heel veel, wat ervoor zorgde dat ze er vocaal nog meer uitkwamen. En dat gaf ons een enorme boost. En dan is het plezant om al die meegereisde fans en de fans die thuis zijn een mooie avond te bezorgen. Zondag wacht nu Beerschot, dat is de volgende opdracht. Hoe groot is het gevaar dat je daar niet voldoende op focust? Ja, de focus zal er zijn, dat staat vast. Alleen moeten we ons lichaam nu laten recupereren van toch wel een zware wedstrijd in Braga. Als je ziet dat ze er de laatste 15 minuten toch wel doorzaten, die van Braga, is teken dat wij fysiek sterk staan, maar ook wij zijn heel diep geweest. En ik denk dat het erop neerkomt om zowel vandaag als morgen ons lichaam te laten rusten en klaar te stomen voor zondag. Maar naast het fysiek is er ook het mentale aspect. Je gaat winnen in Braga. Dan moet je die klik kunnen maken, want Beerschot komt eraan. Ja, dat is waar. Een wedstrijd na een Europese verplaatsing of een Europese wedstrijd is altijd moeilijk. Maar ik denk dat we een redelijk volwassen groep hebben. En ik denk ook wel dat de coaches er zullen op aansturen dat we ook scherp zijn voor die wedstrijd. En ik denk voor het vrije weekend is het ideaal om nog eens voluit te gaan en ook op GBA of op Beerschot de 3 punten te halen. Wordt het een speciaal weerzien met Jan van Winkel, met Peter van der Heijden, met ook Stijn Steijnen? Ja, misschien wel een beetje. Het is leuk om ex-ploegmaats tegen te komen. Ik ben nog niet zo heel lang in het profvoetbal, dus ik heb er nog niet zo heel veel ex-ploegmaats. Maar het is wel leuk om er dan tegen directe 3-1 te kunnen spelen. Natuurlijk, elke wedstrijd is belangrijk en die van zondag is dat ook. Dus we zullen weer voluit moeten gaan. Ja. Er wordt natuurlijk gekeken naar jou en naar Stijn Steijnen. Zit je daar zelf mee als keeper? Nee, ik denk dat we elk onze eigen carrière hebben. Hij zet zich in voor zijn carrière en ik doe dat voor mijn carrière. Hij is hier lang op Club Brugge geweest. Hij heeft lang zijn best gedaan voor Club Brugge. En dat is wat ik nu doe. Hartstikke mijn best doen. Winnen en op schema zitten voor wat daarna komt tegen Gent? Ja, ik denk Club Brugge zijnde moeten we elke week proberen winnen. Zeker in België. Verwacht je daar een moeilijke match eigenlijk? Ja, ik verwacht toch wel een moeilijke match. Want we spelen elke week een topwedstrijd voor onze tegenpartij. Of we nu naar Anderlecht gaan of naar Beerschot. Voor hun is het tegen Brugge spelen altijd een topwedstrijd. En zij zullen wel een plannetje klaar hebben. En zoals je zegt, ex-ploegmaats, die kennen je goed. Die weten, die kennen de kleedkamer, die kennen wel je sterktes en eventuele zwaktes. Dus het zal geen makkelijke wedstrijd worden. Maar ik denk gewoon dat we onze kwaliteiten moeten tonen en dat we dan wel resultaat kunnen behalen.